Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Liam, je hebt aan mijn haar gezeten, dat is niet leuk. Jordi is vannacht ziek geworden. Hoge koorts en alles. Nu is het gelukkig gedaald, omdat ik hem vloeibare paracetamol heb kunnen geven, gelukkig. Hij heeft overgeven alles gedaan wat je niet wil. Niels heeft ook bekend heel de nacht bij hem geslapen. Gelukkig heeft hij een eenpersoonsbed en kan dat. De rest van de kinderen gaat eigenlijk wel goed mee. Liam gaat naar school toe. Dus die ga ik wegbrengen nu. Ik had ook al een berichtje gestuurd van ik ben iets later. Want ik kan niet te druk doen met Jordi nu. Het is ook zo dat als ik hem te druk optil of wat dan ook, dan gaat hoe dat. Ja, jij krijgt je jas aan. Dat heb je heel goed gepakt. Maar eerst je haren nog even doen. En dan gaan we even naar de winkel. Ga ik allemaal lekkere spulletjes halen die alleen Jordi lekker vindt. Dus die potjes fruit. Een beetje kipsoep ga ik maken. Gewoon puur en alleen voor hem. Dat hij lekker... een rustig buikje heeft, want dat is wel belangrijk. Nou, ik ben even naar de winkel geweest en ik wil jullie even meenemen naar het feit wat er gebeurt als ik terugkom van de winkel en hoe dat het in zijn werk gaat hier. Ik heb boodschappen gedaan, ik heb Liam weggebracht en nou ga ik boodschappen uit de wolkar halen en de kinderen, tenminste Jordi en Sam. En zo werkt het dus hier. Ik ben nog niet klaar. Ik moet nog de boodschap opruimen. Ja, zou doen, fruit geven. Nou, dat. Jordi voelt zijn eigen niet helemaal lekker. Dus ik heb een potje gepakt wat hij altijd lekker vindt. Sam die heeft ook een potje gehad deze keer. Ik ga het proberen te filmen, maar het is vrij lastig. Want ik wil geen druk op hem zetten dat hij iets moet eten. Omdat hij, als hij niet lekker is, dan wil ik hem niet dwingen, maar wel om te drinken, dat wel. Dat vind ik dan wel weer belangrijk. Dus we gaan het even, we gaan zo. We hebben Liam opgehaald voor schooltje, lekker kaasstengeltje erbij. En lekker appel, maar zelfs Jordi wil kaasstengeltje. Dus dat is goed. Ik heb ze ook een soepstengels meegebracht voor me. Maar hij wil niet zoek zijn, want hij heeft een kaasstengeltje. Dus dan mag hij lekker een kaasstengeltje eten. Hey Jordi. Lekker. Dan moet het ook eentje te genieten. Daar. En dan nu snel naar huis, want het is brrrr. Sam en Liam liggen nu net op bed. Jordi ligt daar. Een flesje melk te drinken. Hij heeft toch een hele kaasstengel op, dus daar ben ik tevreden mee. Hij drinkt nu ook zijn flesje leeg. Ik ga hem daar ook lekker even in bedje leggen. Want ja, als hij niet lekker is, dan ja, moet je gewoon slapen. Of tenminste, rusten. Dus dat is wat ik daar ga doen. Dan ga ik even mijn soep afmaken. Ik heb kippenpoten opstaan. Ik heb dat ik even controleren of dat ze klaar zijn. En dan die zieke soep maken zonder sambal, want dat doe ik Jordi nu niet aan. En dan als hij straks wakker wordt, dan is die soep klaar. En dan kan ik hem wat soep geven of bouillon. Of, ja, in ieder geval, zoiets ga ik doen. Oh ja, by the way. Ik heb vandaag ook weer welzorg gesproken. Maandag word ik als het goed is gebeld om 11:15 om mijn wensen te bespreken. Ben benieuwd.
We gaan het weer afwachten. Maar ik heb wel gezegd, ik ben er echt serieus helemaal klaar mee. En ze snapte dat ook. Maar ja, dat snappen ze elke keer. Dat wou ik eventjes gemeld hebben. Ik heb Jordi net ook op bed gelegd. Wat het voordeel is aan Jordi, is dat hij naar bed toe gaan helemaal niet zo heel erg vindt eigenlijk. Wat hij erger vindt is bijvoorbeeld dat je er niet bij blijft. Maar op het moment dat hij zich niet helemaal lekker voelt, vindt hij het over het algemeen overdag altijd wel lekker om eventjes niks om zich heen te hebben. Alleen zijn knuffeltjes die hij prettig vindt. En daar lekker zijn tijd mee door te brengen. Dus ik zet hem op bed en had een smile van oor tot oor. Zo van, oh yes, ik mag even op bed. Dus ja, dat. En dan heb ik liever dat hij even op bed ligt en dat hij lekker even rust neemt. En zichzelf lekkerder voelt. Ja, hé. Hey. Je weet het, hè. Op je plaats. Nu. Oh, dit is toch een droom. Schiet op. Zijn mijn kinderen niet, dan is mijn hond wel. Is mijn hond niet, dan is mijn vent wel. Maar goed. Dat dus. Hij vindt het gewoon lekker om dan eventjes lekker op zichzelf te zijn. En dat mag ook. Dus vandaar. Liam die heeft vanmiddag helemaal niet geslapen. Dus die is zo chagrijnig als de pest. Jordi die voelt zijn eigen nog steeds niet helemaal lekker. Ik heb ook eigenlijk niet veel gevlogd. Want ja. Het heeft niet veel nut om er allemaal vast te gaan leggen. Dat je eigen niet lekker voelt. Niels is inmiddels thuis. We hebben gegeten. Ik ben de keuken aan het opruimen. En Niels die gaat eventjes de kindjes hun pyjama aandoen. En even schoonmaken enzovoort. Dus ja, dat is wat de planning is. Hebben wij een baby, Jordi? Ja, Jordi is een babytje. Onze baby. Ja. Hij is een beetje vrolijk. Een beetje. Half. Een half beetje, toch een beetje. Ja, toch een beetje. Hij is een beetje vrolijk. Daar doen we het voor, hè? Ja, zeker. En hier ligt er eentje onder een dekentje. Die heeft niet geslapen. En ik en de kindjes hebben onze pyjama al aan. En papa nog niet, want papa moet nog naar zijn moeder toe. Hé, Sammy? Ja. Hi Sam. Wat is dat? Sammy. Er ligt iemand lui onder een dekentje. Ja, er zijn twee luie kindjes hier. Nou, Sammy, die is niet lui. Nee. Ja. Sammy is lekker bezig. Ik ben nog heel eventjes live geweest op TikTok. En Niels die ligt te slapen. Hij is nu net wakker omdat ik begon te praten. En we gaan zo lekker naar bed. De boel weer opgeruimd en alles. En ja, morgen weer een nieuwe dag. Jordi slaapt gewoon. Dus ik ga ervan uit dat hij niet ziek voelt. Dus ja, we gaan het zien en afwachten hoe dat er loopt. Wij gaan zo lekker slapen. Een hele goede morgen. Ik ben al even wakker met de Bambix-bende. Je hoort allemaal geluidjes. Ze zitten nu even achter de tablet. Ik ga zo fruit geven aan de kinderen. Ik ben het nog aan het maken. Wat ben je aan het doen? Daar zitten ze hoor. Het filmpje was afgelopen, dus Jordi is niet meer blij. Maar ik ben Jordi aan het leren om ook op de bank zijn fruit te krijgen. Sammy zit daar lekker te happen. En Liam zit hier lekker te happen. En voor de mensen die het zich afvragen, Niels is momenteel niet thuis. Die is momenteel even weg. En de uitleg daarvan kan ik momenteel nog niet geven. Dat gaat echt nog wel komen. Het is niet dat er iets is tussen mij en Niels. Tussen mij en Niels gaat het gewoon prima. Niks aan de hand. Maar er spelen gewoon nu wat dingetjes die eventjes belangrijk zijn. En ja, daar moet gewoon eventjes aandacht aan besteed worden. Maar de uitleg daarvan gaat nog komen. Ik kan op dit moment daar helemaal nog niet zoveel over zeggen.
Dus dat komt nog. Maar er is niks ernstigs aan de hand of iets aan de hand of wat dan ook. Sommige dingen hebben gewoon even tijd nodig om tot een realisatie gebracht te worden. Dus Niels is daarmee bezig. We zijn nu lekker een broodje aan het eten. Of ja, ik niet, de kindjes. Want de kindjes gaan dadelijk ook weer even slaapje doen. Jordi krijgt gewoon stukjes. En die geef ik zo. Omdat Jordi anders doet proppen. En dat is niet de bedoeling. Liam zit gewoon daar lekker zijn broodje te eten. Ik heb hier allemaal snot zitten van de kinderen. En Sam is ook zelf een broodje aan het eten. Sam wil niet eens stukjes, die wil dit. Die wil gewoon echt een groot stuk zelf afbijten. Prima, jongen. Als jij dat zo wil, krijg jij dat zo. Dat is gewoon wat Sam het liefst heeft. Gewoon lekker stukken. Grote stukken. En dan zelf lekker afknabbelen. Had je honger, Sam? Hij was zo aan het huilen. Ik denk dat hij gewoon honger had. En hij is ook een beetje moe, denk ik. Maar vooral honger. Nou. De kinderen liggen op bed. Jordi, Liam en Sam. Of Jordi gaat slapen, weet ik niet. Hij had iets of wel uitgeslapen. Maar dat geeft mij nu eventjes de tijd om even rustig te eten. Mezelf even aan te kleden. Keuken even op te ruimen. Even een paar dingetjes te doen. En dan is Niels ongeveer weer thuis. En dan is het tijd naar de kapper te gaan als de kinderen wakker zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje onze zaterdag. Op dit moment is het even niet anders. En zoals ik al zei, uitleg gaat nog komen. Maar die kan ik op dit moment nog niet geven. Niels hier is al eventjes verder aan het lopen. Wat? En wij zijn hier. Want Jordi en Niels die gaan naar de kapper. En Liam gaat naar de kapper. Sam hoeft nu niet. Dus ja. Ik heb lekker mijn pyjama nog aan. Ik moet ook nog naar de winkel. Nee. Wij zijn heel eventjes naar de kapper geweest. Zoals jullie zagen. Jordi, Niels, Liam zijn geknipt. En nou zit hij hier in een doos. En dat geschreeuw, dat komt met mijn keel uit. Kindjes gaan pannenkoeken eten. Dan gaan ze de douche in. Papa en mama die gaan eten wanneer ze uit de douche zijn. Want ik krijg nu geen hap door mijn keel. En ik word helemaal lijp van mijn kinderen. Die momenten heeft iedereen wel eens. Dus Niels gaat de kinderen eten geven. En ik ga daar pyjama's pakken en alles. We hebben nog niet gegeten. Liam, Jordi en Sam hebben gegeten. Sam krijgt nu zijn flesje. Jordi en Liam liggen al op bed. Joef, hou eens op. En Niels zit daar. Ik heb gedoucht daarna met de kindjes. En morgen weer een nieuwe dag. We gaan dadelijk eventjes hier beneden nog opruimen. Niels gaat nog even douchen. En dan is het weer einde oefening voor vandaag. We gaan straks lekker salades eten. Zal ik straks nog wel zien. In het vorige stukje had ik al verteld dat ik salades ging maken. En dan had ik gisteren al kip curry gemaakt. Gisteren of eergisteren? Gisteren. Had ik kip curry gemaakt. Nu maak ik tonijnsalade. Ik maak meestal mijn salades zelf. Sommige niet, sommige wel. Ik heb meestal iets van 5 salades die ik toch altijd wel zelf wil maken. Maar ik maak dus nu tonijnsalade. En ik ga jullie even meenemen met de tonijnsalade. Wat ik hier heb. Zijn 2 blikjes tonijn op waterbasis. Gewoon eventjes fijn geprakt. En wat ik altijd doe is, ik doe altijd per blikje, doe ik 1 lente-ui. Dus doe ik er 3, dan doe ik 3 lente-uien. Nou, ga zo maar door. Heb je geen lente-ui in huis, niet getreurd. Ik doe meestal dan een half uitje per blikje. Dus zo kun je het eigenlijk een beetje zien en meemaken. Maar ik heb meestal lente-ui erbij. Dus wat ik dan doe, ik heb een, hoe noem je zoiets, een kruidenschaar. En deze ga ik even knippen. Dus
Heel simpel. Als je het met een gewoon uitje doet, dan is het heel simpel. Dan doe je hem gewoon heel fijn snijden. Of fijn snijden of fijner snijden. Wat je zelf het prettigst vindt en hoe grof je het wil hebben. Ik vind het met lentei altijd wel lekker om wat te proeven tussendoor. Zo. Kijk uit voor je vingers. Natuurlijk. Nou, dan ziet het er zo uit. Wat ik dan doe is, ik gebruik nu toevallig deze. Maar het mag ook van de Remia zijn. Of ja, wat je zelf wil, mag mayonaise zijn of frietsaus zijn. Het is maar net wat je voorkeur heeft. Ik heb toevallig deze. Morgen haal ik misschien wel andere, weet ik het. In ieder geval, er zit niet van, je moet deze gebruiken. Want nee, zelf, je eigen merk is prima. Je mag zelfs yoghurtnaise gebruiken. Dat is prima. Dan gaat daar een flinke dot van in. En nogmaals, wat ik al vaker zeg. Eten maken is op gevoel. Dus alles gaat hier bij mij ook op gevoel. Ik kan wel zeggen, zoveel lepels, zoveel dit, zoveel dat. Maar misschien vind jij een lepel extra of een lepel minder wel veel lekkerder. Wat er dan bij mij ingaat, aromat. En peper. Mag vier seizoenen peper zijn, mag zwarte peper zijn, wat je zelf wil. Mag poederpeper zijn. I don't care. Je eigen fantasie zelf verzinnen. Dan ga je dit even mengen. Doe normaal. Serieus? Wat ben je aan het doen, mama? Ondertussen is iemand bijgekomen om mij te etteren. Ik vind dat er zelf nog iets meer mayo of frietsaus bij mag. Dus dat gaan we even doen. Kijk wel uit met wat meer erbij doen, want je kan ineens te veel hebben. En zo vind ik het prima. En dan is de kwestie van even proeven. Ja. Waar je bij salades altijd rekening mee moet houden, is dat hoe langer die staat, hoe meer bijvoorbeeld de peper er doorheen is gewerkt, de uitjes. Dus alles wordt nog sterker van smaak. Daar moet je wel even rekening mee houden. Maar voor nu, ik vind hem top. Ik zet hem in de koelkast neer. En vanavond of morgen wordt hij opgegeten. Niels is hier in ieder geval helemaal dol op. Dus die blijft niet lang staan, deze salade. Goedemorgen. Er gebeurt iets unieks hier. Joef mag bij Jordi zitten. Dit is uniek. Hij duwt haar niet weg. Ze mag er gewoon bij zitten. En hier heb ik iemand die een bot aan het eten is. Dit is niet voor jou. Nee, niks papa. Nee. Ze mag dit gewoon doen. Nou gaat hij er weg duwen. Joef. Hij heeft je nu weggeduwd. Kom, eraf. Sammy, het is niet de bedoeling dat je gaat zitten kauwen op dat bot. Wat een huishouden van jouw steen, zeg. Hij is ook wakker. Ik ben ook wakker, in zoverre dat je het wakker kan noemen. Papa zit op nummer 100. Wil je weten wat dat is? Ik ga het je niet uitleggen. Maar hij hoort me wel praten, dus
Ja, voor de mensen die het snappen. Toch. Liam die zit nou continu, en let niet op de band, ik ben boven bezig. Continu de laaien van zijn bed open te maken en leeg te ruimen. Dus het is hier één grote pestbende nu. Mama die was mama niet geweest als ze dit niet had verzonnen. Kijk. En dan denk je van Mandy, dat is niet slim. Jawel. Want als hij nou open wil maken, dan gaat dat dus niet. Want alles houdt elkaar tegen. En ik ga echt niet in elke la iedere keer zitten rommelen en zitten doen. Meestal ben ik op de bovenste, dus dan hoef ik alleen maar deze te doen en dan is hij klaar. Maar als je hem nou... Dan gaat het gewoon bijna niet. Die kinderen verzinnen wel af, zeg. Moe, 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 moe. Nou, ik ga boven verder. En Niels die zorgt nou voor de kindjes en voor het ontbijt en alles. Zodat ik hierboven alles kan doen. Niels, die... heeft ontbijt gemaakt terwijl ik boven bezig ben. Ik heb dus eventjes daarna de borden van de kinderen gelijk opgemaakt. En dit zijn ze geworden. Dit is die van Jordi. Dit is die van Liam. En dit is die van Sam. Dit is die van Niels. En dit is die van mij. Het is lekker zondag, dus wij gaan lekker met z'n allen ontbijten. Lekker rustig aan. Relax. Ik heb mezelf even aangekleed. En mijn wenkbrauwen even gedaan. Daarom is het zo rood. Niels is eventjes naar Manuel en Bianca. Moet even ergens mee helpen. Kindjes zijn ook allemaal aangekleed. Eigenlijk is het bedtijd. Maar ik wil eigenlijk... Eigenlijk wil ik nog heel eventjes met kindjes daarheen. Dus we gaan even kijken of dat dan gaat lukken. Ik heb eten gemaakt. We eten kip. Want ik heb een hele kip afgebakken. Of in ieder geval gebakken. Met aardappeltjes. En... echt snel worteltjes. Dan gaan we lekker eten. Smakelijk! Dag papa! Ja, doe maar lopen. Doe maar lopen, mama is bij jou. Goed lopen. Nee, nee, nee. We gaan niet etteren. Opletten wat je doet, hè? Ja, even opletten. Opletten wat je doet. Goed zo. Nee, we gaan niet naar mama en papa's kamer. Dag. 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 1, 2. Jawel, deze ga je aankrijgen. Goed zo. Ga je erbij liggen? Ja. Dag. 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 Ik hou van jou. Dag. Slaap lekker. Slaap lekker, scheetje. Mama houdt van jou. Zo schattig. Ja. Dag. Ja. We hebben hem dan geleerd. En hij kan inmiddels nog wel wat meer gebaren. Je ziet me nu bijna niet. Ik moest even een nachtlampje voor Jordi aanzetten. Maar we hebben dat Liam geleerd. Zo kan hij tegenwoordig ook mama zeggen en papa. Dus... We maken vorderingen. Hij begint ons steeds beter te begrijpen. En nu gaat Sam en Jordi de fles krijgen en naar bed. En dan is het alweer avond. Tijd om op te ruimen en niks meer te doen. We hebben alles opgeruimd. Alles staat klaar voor morgen. De kinderen slapen. Lekker rustig. De auto is gepakt voor morgen. Ja, dus er zit nog maar één ding op wat we nu gaan doen. Bankzaken. Precies. Dus we gaan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.